Hans, gefeliciteerd. Ja, 3 punten zijn 3 punten. Meer kan je er niet voor krijgen voor een wedstrijd. Maar we hebben het heel zwaar gehad. Was het moeilijk om je ploeg voor te bereiden op deze wedstrijd? Ja, zeker het ongewisse waarin iedereen is natuurlijk. Speel je wel, speel je niet? Mogen ze uitkomen en met wie? En als je dan hoort dat ze met een mix tussen A-selectiespelers, niet de allerbeste, en een mix met de jonge agendas komen. Ja, dan Fox Sports. We zijn op Fox Sports. Ik heb gisteravond het ontschakelprogramma gedaan. Dan speelt de A1 van Ajax tegen de koploper uit Fortuna Sittard. En dat heb ik tegen ze gezegd. Dus ik had een beetje onbehagelijk gevoel. Ik denk, het zal er niet gebeuren dat je hem op je kloten krijgt. En de jongens hebben het fantastisch gedaan, Achilles. Hebben gevochten, hebben het echt heel, heel, heel erg knap gedaan. Daar heb ik heel veel respect voor. Wanneer wisten jullie zeker dat jullie konden voetballen vandaag? Ik denk gisterochtend, wisten we het zeker. Maar we hebben wel tegen de jongens, het gaat ervan uit dat we voetballen. Dus dit is natuurlijk voor hun het meest vervelende. En er is één ding, ze hebben het fantastisch gedaan, nogmaals, Achilles. Met allemaal jonge, frisse jongens die gewoon 150% gegeven hebben. Maar er is één ding in deze hele affaire niet gezegd. En dat meen ik. En ik kijk ze ook aan, ik ken de Achilles supporters. Die vallen eigenlijk een beetje buiten het verhaal. Maar het is het meest sneu voor al die echte Achilles supporters. Die gewoon in het ongewisse zitten. Die in een Jupiler League gespeeld hebben. En die straks misschien geen club meer hebben. En daar vind ik het meest erg van. Wat vind jij van deze competitie? Je hebt nu Achilles, de dijk is het ook onrustig. Ja. De promotieregeling wordt afgeschaft. Nou, los van wat er met Achilles gebeurt en de dijk. De dijk redt het wel. Ik hoop dat Achilles het ook redt. Het vervelende in deze competitie is dat er geen ene reet te winnen valt. De Katwijk en Kozakkenboy spelen tegen elkaar. Die spelen voor het kampioenschap samen met GVV. Voor de rest speel je met 14 ploegen om niet bij de onderste 4 te eindigen. Dat is het slechte aan deze competitie. Maar dat heb ik ook tegen Van de Zee gezegd. Maar die reageren niet. En jullie? Nou ja, wij willen gewoon elke keer met onze begroting, dat is niet de allergrootste, die hoort bij de minste 3-4, willen we elk jaar ons kwalificeren om weer mee te doen. Nou, 3 punten erbij. We hopen dat Achilles het gaat redden. Dus dan hebben we er nog iets aan gehad vandaag, maar het respect is naar Achilles en wij hebben het niet goed gedaan. Aan uw mentaliteit, kun je een voorbeeld nemen? Zij hebben geweldig gevochten. Daar heb je gelijk in, zei Achilles. Allemaal jonge jongens die zijn tot 100, tot het gaatje en verder gegaan. Wij hebben niet goed gespeeld, maar ik kan echt nooit onze ploeg verwijten dat ze niet hard werken. Ik denk dat we eerder te hard gewerkt hebben en te gretig waren op zoek om zo snel mogelijk op 1-2-0 te komen. Dan dat ik ze kan verwijten dat ze labbekakkerig gespeeld hebben, want dat doet onze ploeg nooit. We hebben slecht gespeeld, zij hebben het goed gedaan. En ik vind het heel sneu voor al die supporters van Achilles dat ze in dit circuit terecht zijn gekomen. Dat vind ik het ergste. Spelen ze de competitie ook? Ik zou het ze gunnen van wel, want dan is het allerslechtste scenario dat ze in de derde divisie starten volgend jaar, als ze zouden degraderen. Maar ik heb daar niet voor gestudeerd. Ik hoop het voor de supporters. Nee, jullie succes in ieder geval. Dankjewel. Zo,